Plaatsvervangend minister van Financiën Silvano Tjonahing stelt dat het Internationaal Monetaire Fonds IMF begrijpt in welke moeilijke economische positie Suriname zit. In gesprek met journalisten gisteren merkte de bewindsman op dat hij een van de grote voorstanders was om de IMF weer te spreken toen Suriname in moeilijker vaarwater kwam te verkeren dit jaar. Ik ben een groot voorstander geweest om onmiddellijk weer te gaan naar IMF en te zeggen, hey, sorry, toen we zoveel maanden geleden hebben gesproken, waren de omstandigheden anders. We moeten iets doen. En ook het IMF begreep dat. En het IMF, die begreep ook, is niet hetzelfde van IMF van vroeger. Zij begrepen ook dat de hele wereld klappen heeft gehad. Ja, en dat wij, en dat er ook ruimte wordt gecreëerd voor landen als wij om opnieuw aan de tekentafel te gaan. Om te komen met maatregelen die een beetje lichter zijn voor het volk. Zodat het volk het toch wel kan dragen. Vandaar dat u ziet, de president is gaan praten met de directeur van het IMF. En dat er daar willingness is getoond om een beetje, zeg maar, een beetje af te remmen. De minister stelt dat het IMF-programma nu wordt herzien, waarna deze draaglijk moet worden voor de samenleving. De regering heeft ook gezegd dat er veel aandacht is voor het sociaal programma binnen het IMF-draaiboek, meent Tjonahing. Omdat wij niet willen dat mensen in een gat vallen. We gaan allemaal offers moeten brengen. Absoluut. Wat doet het IMF? Het IMF is het Internationaal Monetair Fonds. En laten we eerst kijken naar het doel. Waarom ga je naar IMF? IMF ga je niet omdat je moet verwachten dat men gaat investeren in langtermijn gaat investeren in groei. IMF is om die scheve verhouding, die geldstroom, het monetair gedeelte van je economie op orde te zetten. Omdat als dat niet op orde is, krijg je sowieso problemen. En daarvoor zeggen ze van oké, we weten dat de voorschriften die wij geven, we weten dat die pijn doen, het heeft onmiddellijk effect. Dus we gaan je steunen en we gaan je steunen om met name je monetaire reserve, dat wat nodig is om als onderpand te dienen van jouw eigen munt, ja, dat gaan we je lenen, dan hou je het bij je zodat je dat kan laten groeien en je dus, zeg maar, power hebt om je munt steviger te maken. De bewindsman zegt verder dat de IMF-hervorming beschikbaar stelt op monetaire gebied. De rol van de Centrale Bank van Suriname is in dit proces zeer belangrijk, omdat die de geldstroom regelt, waardoor je kracht krijgt om je eigen munteenheid als land sterk te maken.